Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sunweb. Jullie zitten nu allemaal op school. Jullie hebben zekerheid op een positieve toekomst. In Nepal is dit niet zo. In Nepalese kinderen kunnen vaak niet naar school. Dit is een groot probleem daar. Nepal is een land dat in de Himalaya ligt, vlakbij China en India. Een groot gedeelte van Nepal is zeer bergachtig. Van de 10 hoogste bergen in de wereld liggen er 8 in Nepal, waaronder de hoogste berg ter wereld, de Mount Everest, die aan de grens met China ligt. Veel kinderen gaan hier dus niet naar school. Het komt doordat het onderwijs vaak te duur is. De lessen zijn in principe gratis, maar de producten zoals schoolboeken en schooluniformen kosten de ouders vaak te veel geld. Dit zorgt voor veel analfabetisme. Ruim 60% van de vrouwen en 34% van de mannen is analfabeet in Nepal. Analfabetisme is een heel groot probleem. Zo hebben ze dan vaak problemen met sollicitaties, schrijven en medische bijsluiters lezen. Een ander gevolg is dat er geen nieuwe kennis meer bijkomt, waardoor de weinige industrie die er al is verouderd. Moderne landen die willen geen verouderde producten kopen, waardoor er niks geëxporteerd zal worden, waardoor Nepal nog armer zal worden dan het nu al is. De bevolking van Nepal is onderverdeeld in 4 rangen, kasten genaamd. Als je eenmaal in een kast geboren wordt, kom je er nooit meer uit. Vooraan in de kasten staan de Brahmanen, oftewel de priesters, gevolgd door de Kshetris, oftewel de krijgers en heersers. Daaronder staan de Vaishyas, oftewel de handelaren en boeren. En helemaal onderaan staan de Sudras, oftewel de ambachtslieden en landarbeiders. De hindoeïstische samenleving worden blanken in principe beschouwd als kastelozen, de paria's. Dit is de reden waardoor er voor hun buitenlanden beperkingen kunnen gelden. Bijvoorbeeld het niet mogen betreden van de keuken in het huis van hindoes uit hun hogere kasten. Nu volgt er een reclame in het kader van het promoten van Nepal als vakantieland. Oh, helemaal Naples, zon, zee. Oh, en Harry. Harry van de Sunweb. Ja, die werkt hier deze zomer leuk, hè? Nou, toppie. Gaan jullie nog naar de hippiemarkt? Hippiemarkt? Daar toch op je zeker in de huifkar. Nee, joh, dan regel ik een taxi. Vanuit het hotel. Dan worden jullie gehaald en gebracht. Fijn, Harry. Bedankt. Zoveel goede zorgen. Dat verwacht je niet voor zo'n prijs. Sunweb. Fijn, Harry. Bedankt. Kom, naar binnen. U zag een reclame in het kader van het promoten van Nepal als vakantieland. En als laatste, het kastensysteem zal nooit verdwijnen. De lagere kasten zullen nooit bevolgen omdat ze daar geen recht op hebben. En dus nooit hogerop kunnen klimmen in de maatschappij. De mensen in de hogere rangen daarentegen hebben op een goede privéschool gezeten en dankzij de vriendjespolitiek die speelt in Nepal hebben ze meestal al snel een goede baan. Dus het is ontzettend belangrijk dat die Nepal steunt. Dus bel maar 04800 4765 of bekijk onze website steunnepalnu.nl. Daar vindt u meer informatie over hoe u kunt doneren naar Nepal. Dus steun Nepal nu! De volgende BE'ers steunen al. Steun jij ook? Hallo, ik ben Henk Jansen en ik steun Nepal. Hoi, ik ben Han. En ik steun Nepal. Nou, ik ben Sjoerd Heugensperger en ik steun Nepal. Hallo, ik ben Richard Uwaks en ik steun Nepal. U ziet het, wat houdt u tegen? Bel naar 0400 4765 of ga naar steunnepalnu.nl.